Ah, pijnstillers. Maar welke moet ik nou nemen? Wat is het verschil tussen paracetamol en aspirine en ibuprofen en diclofenac? Paracetamol is het slapst. Aspirine is sterker, daarna ibuprofen en diclofenac is echt sterk spul. Maar ze helpen allemaal tegen pijn. Je kunt ze ook alle vier krijgen zonder recept en ze helpen alle vier om koorts te verlagen. Afgezien van paracetamol helpen deze ook tegen ontstekingen en ibuprofen ontspant de spieren. Heb je nou last van pijn, probeer dan eerst paracetamol en helpt dat niet, dan kun je een van de zwaardere kiezen. Maar gebruik geen dingen door elkaar, lees altijd de bijsluiter en als je over iets twijfelt, vraag het aan een arts.